veel transfergeruchten. Ja. We lezen net dat Jeremiah St-Juste zeer waarschijnlijk vertrekt naar Mainz. Dat kan jij bevestigen? Ja, dat speelt inderdaad. Ja. Dus die heb je er ook niet bij morgen? Nee, die is er niet bij morgen. Nee. Rick Karsdorp is hier gesignaleerd in de Kuip. Gaat hij een contract tekenen? Nou, daar zijn we mee bezig. En dan, dat is geen geheim meer als hij ook al gesignaleerd is. Dus dat is nog niet afgerond, maar daar zijn we wel mee bezig. Ja. Maar die verwacht je er morgen niet bij te hebben? Nou, kijk, die moet ook weer voor een bepaald tijdsbestek moet je ook weer alles proberen te organiseren en te regelen. En we gaan er niet van uit dat ze morgen beschikbaar zijn. Dan gaan ook geruchten rond van Wolfswinkel en nog een andere verdediger. Wat kan je daarover zeggen? Ja, nou, we zijn nog wel met andere spelers ook bezig. Dat klopt inderdaad, maar of dat allemaal te realiseren is, dat moeten we maar afwachten. Dit is verder van ideaal, hè? Op deze manier een Europese wedstrijd benaderen. Hoe hou je nu de rust en de focus op die wedstrijd? Nou, kijk, de focus is dat wij continu blijven benadrukken van wat we moeten gaan doen. Als elftal waar we naartoe willen, wat belangrijk is voor de club, wat je net ook vanuit Kenneth al gehoord hebt natuurlijk. En dat de jongens die er zijn binnen de groep dat ook goed kunnen invullen. Nou, en uiteindelijk is het aan hen dan ook straks op morgenavond de taak om het zo goed mogelijk in te gaan vullen. En te zorgen dat we dus hopelijk resultaat kunnen gaan krijgen. Uiteindelijk speelt er natuurlijk wel van alles wat je in het begin ook al van je vraag aangeeft. En iedereen is daar ook wel een beetje mee bezig. Maar uiteindelijk beseffen we ook allemaal wel wat we moeten doen. Ik vroeg het net aan Kenneth, ik vraag het aan jou. Is dit Feyenoord klaar voor Europees voetbal? Nou, kijk, dan krijg ik ook nog weer een beetje hetzelfde antwoord. Wij moeten wel. En in de voetballerij vallen nooit dingen te plannen zo ideaal mogelijk. Vooral nu in de voorbereiding, of tenminste de einde voorbereiding, nog steeds in het openingsmoment van de transfermarkt kan er van alles gebeuren. En dan moet je altijd zorgen dat met de spelers die je hebt, dat die er in ieder geval klaar voor zijn. En dat die ervoor willen gaan strijden en het maximaal eruit willen halen. Nou, en dat zijn ze. Kan je een les leren van hoe Nederlandse clubs vaak het niet redden in die voorrondes van de Europese toernooien? Nou, dit heeft altijd een beetje te maken met een insteek van een wedstrijd. Kijk, we willen als Nederlandse ploeg natuurlijk altijd goed voetballen. We willen altijd onze eigen manier van spelen laten zien, wat ook heel reëel is. Hè, wat je af en toe ook moet doen, omdat je dus van daaruit ook vaak je resultaten gaat halen. Uiteindelijk weten we ook dat in het Europese voetbal, uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is resultaat halen. En daar moet je dus als team zijn alles voor doen. En dat wil je graag doen door een dusdanige manier van voetballen. Maar uiteindelijk moet je dus met z'n allen er klaar voor zijn. Moet je heel scherp zijn, agressief zijn, met elkaar bezig zijn. Om te zorgen dat je dus resultaat kunt krijgen. Ja, ten slotte, die tegenstander dynamatiek is voor veel mensen zeer onbekend. We weten er weinig van. Jij hebt ze ongetwijfeld bestudeerd. Ja. Hoe goed zijn ze? Wat kan je erover zeggen? Nou, ze kunnen heel goed spelen. En het is altijd de vraag van als je ook beelden van hen ziet tegen bepaalde ploegen uit de competitie ook. Van wat is de kwaliteit en ook van die ploegen daar. En hoe groot zijn de ruimtes waar ze in kunnen gaan spelen. Maar uiteindelijk wat we daar uit al die wedstrijden wel halen, is dat ze dus kwalitatief goede spelers hebben. Dus individueel zijn ze goed, ze zijn fysiek zijn ze sterk, ze zijn goed aan de bal. En uiteindelijk is het dan aan ons om het hen zo moeilijk mogelijk te gaan maken. Want ik heb in het verleden zelf met PSV zelfs nog gespeeld, ook in Batumi tegen een ploeg uit Georgië. Nou, en ook toen dacht men, want dat doen we al zo eventjes. En uiteindelijk hebben we toen ook al gerealiseerd dat het een hele moeilijke tegenstander was. Dus het is niet zo dat wij tegen dit soort ploegen maar zo even eroverheen lopen. Helemaal niet. Het is gewoon een goede ploeg. En daar moeten we voor waken, voor het onderschatten sowieso. Nou, ik denk dat iedereen daar ook wel van bewust is wat we moeten gaan brengen morgen. Dank je. Kom zo even. Ik ga nog even gaan met Dennis. Ja. Nu vertrekt St-Juste letterlijk daags voor een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Naar een club die zelf niet Europees speelt. Is er daarin dan niks mogelijk om het daar nog overheen te tillen, vraag ik me af. Nee, nou kijk, die vragen die gaan natuurlijk altijd. Die spelen bij mij ook. Uiteindelijk moest dat zo snel mogelijk op dit moment gerealiseerd worden. Het zorgt wel voor een puzzel achterin, want die andere spelers heb je nog niet. Hoe ga je het doen? Nou, kijk, dat hou ik nog even voor mezelf, hoe we het gaan invullen. Uiteindelijk, als jij gaat kijken naar de selectie, naar de samenstelling van, en je gaat kijken naar het aantal verdedigers, nou ja, dan weet jij ook natuurlijk dat we niet zo heel veel keuzes hebben. En dat de jongens die we gewoon hebben, die moeten het gewoon gaan invullen. En daarvoor zijn zij ook hier bijna binnen de club. Ze willen ook allemaal spelen, ze zijn allemaal gretig. Dus uiteindelijk, de vier die morgen gaan voetballen, die moeten het gewoon laten zien. Ja. Ja, zit Bottegien daarbij? Die zag ik wel weer meetrainen in elk geval. Erik is fit, die is weer beschikbaar. Die had last van een kramp en die kramp die kreeg hij niet weg in de wedstrijd tegen Sparta. Maar het was geen serieuze blessure. Ik zag geen Dylan Vente vanmorgen erbij, daar kan een streep door. Dylan is niet helemaal fit op dit moment. Dylan heeft natuurlijk al vanuit zijn beginperiode, tenminste beginperiode van mei toen ik hier gekomen was in de voorbereiding, heeft hij natuurlijk al enorm veel getraind en ook heel veel gespeeld, hè, in alle wedstrijden dat hij moest voetballen.
ja, dat gaat uiteindelijk ook soms een beetje zijn tol eisen in de zin van nou ja, dat het fysiek enorm veel van hem vraagt. Maar hij had al wat lichte pijntjes. Nou, uiteindelijk kreeg hij dat een zaterdag ook weer. En ook uit voorzorg moet je ook zo'n jongen er af en toe uithalen. Het is een jongen natuurlijk die heel positief is, die keihard werkt voor de ploeg, er alles voor over heeft. En ja, uiteindelijk is het wel een beetje jammer dat sommige mensen op een dusdanige manier op hem reageren. Ik denk dat je dat soort jongens niks kunt verwijten. Het is een jongen vanuit de club, vanuit de opleiding. Wat we allemaal graag willen zien binnen de club. Hè. En uiteindelijk ja, is het ook een proces van zo'n jongen doorheen gegaan. Maar helaas is hij er niet bij morgen. Je verving hem tegen Sparta met Berghuis onder andere die in die aanval ging lopen. Sowieso wat positiewisseling. Maar is dat ook een strijd waar ze mee een wedstrijd kan beginnen? Al dan niet noodgedwongen? Ja, dat zou zeker kunnen. Dat zou zeker kunnen. Ja. Eén naam nog specifiek eruit halen, want het ging wel even transfers, maar ik lees net dat wel heel concreet is, zou zelfs al afgerond zijn, zeggen ze in Engeland, Johnston van Liverpool. Wat kun je over die naam zeggen? Ja, dat is een jongen die, waar we ook mee bezig zijn, maar bij mijn kennis is het nog niet afgerond. En het is een jongen die ook veel potentieel heeft en die bij de club zou kunnen komen. En wat is dat, alleen een rechtsback of kan hij ook in het centrum? Ja, dat is een centrale verdediger. Oké, dankjewel. Gaan we even naar de andere kant als je en deze kant. We beginnen we maar op de tweede rij. Dan gaan we daar naar achteren. Ja. Dankjewel. Ja, ik heb hem net al bij je voorgesteld. Ja. Hoe heb jij gekeken en geluisterd naar de uitlatingen van Jan-Arie van der Heijden naar Feyenoord Sparta? Ja, dat heb ik gehoord. En ik, kijk, we weten allemaal hoe Jan is. En, een hele reële jongen en een echte prof. En ik heb hem daar ook over gesproken. En uiteindelijk. Heeft hij die uitlatingen gedaan en zag hij zelf ook wel de ernst ervan in dat het... Is dat niet vervelend voor een coach? Nou, kijk, het is het is niet vervelend omdat we elkaar kennen, dus we weten ook hoe dingen... Het euvel is vaak als dat soort dingen gezegd worden en dat de buitenwereld daar ook zo'n loopje mee gaat doen natuurlijk. Hij heeft daarna in datzelfde interview ook gezegd van, zolang hij hier aanwezig is binnen de club, geeft hij alles zoals hij altijd al gedaan heeft voor deze club om het maximaal eruit te halen. Dus hij speelt morgen gewoon? Dat gaan we zien, dat zullen jullie zien. Dank je. Dennis, moet jij wel? Ja, het ging ook wat dezelfde vraag. Nou, dat is mooi, dan gaan we hem niet nog een keer stellen. Anderen, Martijn, gaan we even oversteken. Ja, stel dat alles lukt, hè, wat je eventueel binnen wil hebben en kan krijgen. Is dat niet de consequentie dat je in feite je voorbereiding nog moet doortrekken in de competitie? Nou, dat zal best tijd kosten. Ja, dat is ook zo. Dat is ook tijd, want het is natuurlijk altijd, en we hebben het al vaker aangegeven, je bent op zoek naar een bepaalde samenstelling waarin je wil spelen. Dat is vanwege bepaalde blessures sowieso al niet mogelijk geweest in de voorbereiding. Nou, dan gaan er ook nog jongens weg, wat heel spijtig is natuurlijk. Ja, en dan krijg je er andere jongens bij en dan is het altijd maar afwachten. En dat moet natuurlijk allemaal heel snel gerealiseerd worden hoe dan zich dat gaat uitpakken. Ja. Dan om de man met de microfoon bezig te houden, gaan we nu weer helemaal naar voren. Mars. Leroy Fenn heeft natuurlijk niet heel veel wedstrijden gespeeld in de afgelopen maanden, nee. In het eind van het seizoen. Die moet opeens afgelopen zondag 90 minuten aan de bak. Kan dat allemaal nu in deze periode? Ja, dat kan wel. En we doen natuurlijk alles in overleg en we kijken ook van wat is er verstandig om te doen met bepaalde spelers en waar ze vandaan komen. Uiteindelijk is hij zelf daar een hele belangrijke factor in. En in het aangeven ook overleg met medisch. Maar hij voelt zich goed. Hij voelt zich fit en fris, dus wat dat betreft zou het kunnen. Het feit dat nu op de transfermarkt wordt gekeken, geeft ook aan dat jullie nog niet helemaal kunnen putten uit je eigen opleiding, je eigen jeugd, terwijl je er in de voorbereiding veel bij had. Mm-hmm. Is daarin iets veranderd in de koers? Nou, kijk, wij, en dat is wel even een belangrijke. Uiteindelijk is het zo dat Jerry verkocht is en dat uiteindelijk de club dat bot hem niet heb kunnen laten gaan. Uiteindelijk is dat natuurlijk heel jammer. Dan weten we ook dat wij als club zijn, waar we nu staan, uiteindelijk ook veel meer met jeugd moeten gaan werken. En die binnen een bepaalde groep met ervaring kunnen laten rijpen, hopelijk, om bepaalde stappen te gaan maken. En, ja, en wanneer we bepaalde spelers gaan inpassen, nou ja, dat is aan ons om dat te doen en uiteindelijk weten we ook en hebben we ook gezien die jongens die dus in de voorbereiding en dat is wel even een ding in de voorbereiding hebben wij van tevoren al gezegd of eind voor het seizoen al toen ik in overleg met Stanley ging en met Dirk van de jonge jongens uit de jeugd
Dat willen wij als club zijn, daar ben ik zelf ook een voorstander van. Die willen we gaan inpassen op den duur, omdat de situatie ook zo is dat men dat binnen de club en wij dat allemaal zo zien dat het ook moet, dat het ook nodig is. Uiteindelijk gaan deze jongens meedoen in de voorbereiding en kijken we gedurende de voorbereiding hoe de jongens zich manifesteren, hoe ze zich ontwikkelen. Of ze er dan bij blijven, of ze dan teruggaan om dan weer daar, bij de onder 19 of bij de beloftes uiteindelijk te gaan voetballen. Dan weer stappen gaan maken om uiteindelijk weer bij de A-selectie terecht te komen. Dus dat is aan de voorkant allemaal al gecommuniceerd hoe dat zou gaan. En uiteindelijk staan we daar nog op dezelfde manier in en gaat dat nog steeds op deze manier gebeuren. Beleid is totaal niet overboord, is niet veranderd. Nou, het beleid is nu dat wij als club heel veel moeten gaan kijken naar ook onze jeugdspelers. En dat wij en het is niet zo dat wij dus heel veel geld kunnen uitgeven om spelers te gaan kopen. En ook de jongens die nu komen, moeten we nog steeds kijken naar waar we voorheen keken. Naar jongens die af en toe transfervrij zijn of die we kunnen huren. Dus zo is de situatie op dit ogenblik. Laatste match. Ja. Het betekent dus dat de spelers die hier komen en die wat ouder zijn, vooral worden gebruikt om jongeren te laten rijpen, helpen, in te passen? Nou, daar zijn zij een belangrijke factor in. En natuurlijk als ze erbij zijn en ze spelen, moeten ze het natuurlijk ook gewoon kunnen laten zien voor ons en het kunnen gaan brengen. We doen nog maximaal 3 vragen en de eerste is verkocht. Ja, Jaap, heb jij het met Orkan Kutje nog gehad over zijn keuze voor Turkije? Nee, daar heb ik het niet over gehad. Je hebt geen advies? Die vraag is mij al in het verleden, net toen hij die keuze maakte, is het al gesteld. En ik heb het daar niet over gesproken. Uiteindelijk is het vaak dat zo'n keuze voor iedereen, denk ik, gewoon op gevoel ook gemaakt gaat worden. Wat vond je van de uitlatingen van Johan afgelopen maandag in de uitzending? Van Johan? Johan Derksen. Dat weet ik niet, heb ik niet gezien. Nou, dat hij vindt dat Kutju eigenlijk van Nederland uit zou moeten komen. Omdat hij zijn hele leven in de jeugd... Kijk, dat zijn altijd discussies die altijd gaande zijn. En we kunnen altijd zeggen van een jong is hier in de opleiding, woont hier, die moet dat doen. Uiteindelijk is de situatie niet zo en hebben zij de mogelijkheid om te gaan kiezen. En uiteindelijk moet je dat ook respecteren. Okay. Helemaal achterin, ad.nl. En daarna volgt de fantastische slotvraag van iemand. Tussen de regels door heb ik het gevoel dat je er enorm van baalt dat je op deze manier gestart bent. Als spelers weggaan, dat je ploeg eigenlijk niet helemaal op vol oorlogsterk is. Klopt dat? Ja, dat klopt. En heb je dat intern ook besproken, die ergernis? Ja. Hoe werd erop gereageerd? Nou ja, dat begrijpen ze ook. Maar nogmaals, en ik geef het net ook al in antwoorden, de situatie is niet anders dan wat het is. Op dit moment. En je wil als trainer altijd ergens naartoe werken en dan ben je ergens mee bezig. Maar en dat is niet altijd even makkelijk. En dat wisten we ook natuurlijk voordat wij bij de club kwamen. Alleen hoe dichter je naar een bepaald iets toe gaat, naar competitie en Europees voetbal. En om dan nog belangrijke spelers te verliezen, dat is natuurlijk nooit leuk. Met wat voor gevoel ga je dan naar morgen toe? Nou, ik ga wel met een goed gevoel naar morgen toe, omdat ik de jongens dus die gaan spelen morgen ook bezig heb gezien. En hoe zij erin staan. En het is natuurlijk altijd zo dat wij moeten gaan afwachten van hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar dat is altijd zo. Ook heb je de keuze over de beste spelers van de wereld, dat is logisch. Maar het gevoel is wel goed en wat dat betreft wel heel positief. 3-2-1, de rebound, dit is dan die geweldige slotvraag. Nee, daarna stoppen we ermee, jongens. Ja, heeft de club jouw garanties gedaan die nu niet zijn nagekomen, vind jij? Nou, dat is niet aan de orde. En wij weten allemaal de situatie en hoe dat was en waar we naartoe willen uiteindelijk. Maar je hoofd bijna verrast door wat er nu gebeurt in deze fase. Ja, nou, wat er nu gebeurt, in zekere zin was ik ook wel verrast, ja. Dank u wel.